What? We zijn gewoon een mega-evolved Mario-karaktertje. Holy crap, kijk die haren, jongens. Moet ik nu met hem gaan vechten? Yo, Nintendo fans. Ik heb nog steeds mijn kattenhandschoentjes aan. Want wij spelen Super Mario 3D World Bowser's Fury. En het begint alweer te regenen. En nou ben ik benieuwd wat er gebeurt bij deze strand Gigabel. Want in de vorige aflevering hebben we dus 5 van die kattenzonnen verzameld. En er wordt gezegd dat als het monster komt, oftewel Bowser, die daar inderdaad aankomt, dan gaat deze kattenbel ook aan. Of, nou ja, dan gebeurt er in ieder geval iets mee. Kijk, ja. Ja. Oké. Die gigantische kattenbel begint te ringelen klingelen. Let's go. Nu kan ik hem denk ik gewoon pakken, toch of niet? Yo! Yo! What? We zijn gewoon een mega-evolved Mario-karaktertje. Holy crap, kijk die haren, jongens. Moet ik nu met hem gaan vechten? Gaan wij nu vechten? Kijk, daar springt hij naartoe. Ik moet hem gewoon slaan, of niet? Oh, oké. Tot zover. En nu? Kan ik nu geen Mega Mario meer worden? Springen! Oh, wacht. Ik kan nu op hem springen. En dan... Hoppakee! Lekker. We gaan je pakken, jongen. Kijk hoe groot we nu zijn in één keer. We lopen over al die eilandjes heen. Weet ik veel wat. Super vet. Dit is echt fantastisch. Oké, moeten we even uitkijken voor hem nu. Wat? Oké, dan. Rustig aan met je megastraal. Kom dan. Ik hoop niet dat ik vastgevonden kom te zitten. Lekker. Oké, cool. Kom je nu op je rug terecht. Auw. Oké, ik heb nu geen hoedje meer, jongens. Ik heb geen hoedje meer. Oh, wacht. Ik kan de bel pakken. We kunnen nog een bel pakken. Yeah. Dan kunnen we hem slaan. Sla hem. Hoppakee. Ja, ga maar weer lekker naar je eigen planeet of zo. Later. Hij heeft wel een soort van licht in zich. Holy crap, wat gebeurt hier allemaal? Hij wordt weggeblazen door het zuiverste water van de hele wereld. Jongens, als jullie dit vet vinden, doe sowieso even dat duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En kijk eens, we toveren gewoon een nieuwe wereld tevoorschijn, jongen. Yo, wij zijn in IJsland. Hey, yo man, what up, wie ben jij? Jij ziet er gezellig uit. Nou, Bowser Jr. wil nog even wat zeggen tegen mij. Hij is weer in de meer verdwenen. Maar geloof mij maar, mijn papa is echt nog niet verslagen. Moet hem het licht laten zien, maar dan ook echt. En dat kan alleen met nog meer kattenzonnen. Ik zie dat wat klodderig spul is verdwenen. Dus misschien kunnen we nu naar andere eilanden. We moeten op de kaart zoeken en we hebben geen minuut te verliezen. Wow, oké. Nou, dan moeten we nu hier naar rechts. Er staat nog wel een uitroeptekentje hier trouwens. Kijk, er zijn nog wel meer zonnetjes te vinden. Maar ik denk dat we nu toch eerst hier naartoe moeten. Kijk, want daar is ook nog een eilandje waar we wat kunnen doen. Hier ben ik al geweest, maar nu is hier gewoon... Oh, wacht even. Er is iets nieuws gaande. We moeten nu blauwe munten verzamelen. En liggen die dan hier in het water? Dit is zo vet. Woehoe! Kunnen we duiken? Ja, we kunnen ook duiken. Super lachen. We kunnen ook springen. Ik stap even af, ja, want volgens mij moet ik iets anders doen. Hier, we moeten hier blauwe munten verzamelen. Ja, en dan hier. Ja. Oh, wacht even. Hop, ja, lekker. En ja, zo, en dan hier naartoe. Top, en dan... Oh, dit moet allemaal binnen de tijd. Oh, we hebben de eerste. Go. Dit gaat echt veel te traag, jongens. Dit gaat veel te traag. Maar ik kan dit. We kunnen dit nog. We kunnen dit sowieso nog. We kunnen dit sowieso niet meer, denk ik. Ah! Poging 2. Blauwe muntjes. Let's go. Auw, ik word de hele tijd eraf geslagen door dat bovenste ding. Ga weg. Kom maar. Ja, top. En door. Kijk, nu hebben we een lekker tempootje te pakken. Alles ligt op die blauwe plateautjes, dus ik hoef eigenlijk gewoon niet te springen. Zo, lekker. Ja, nice. En dan één keer springen. En nu ligt alles op de rode. Ja, toppie. Lekker. Nu de laatste twee. Ja, juist. En zo hebben we weer extra kattenzonnetje. Ah, dus als je de levels hebt uitgespeeld, dan kan je nog terug om dan de extra kattenzonnen te gaan verzamelen, blijkbaar. Oh,
En komt er nu een derde kattenzon daar in die toren? Ja, kijk, dus ieder eiland heeft er 5. Want je ziet nu ook dat 3 van die 5 zonnen in de vuurtoren gevuld zijn. En er zitten ook 3 ringen met kleur omheen. Dus dit eiland heeft eigenlijk 5 van die kattenzonnen. Yo, maar dit ziet er echt veel te cool uit. Dit ziet er echt veel te cool uit. Kijk dan. Oké, ik moet wel alle ringen pakken. Is dit een race? Go! Oh, ik mis... moet ik er alleen even niet onderdoor duiken? Go! Jump! Oh, je kan gewoon die sheepsies gewoon verslaan door tegen ze aan te rijden. Go! Dit is echt te geweldig. Dit is echt te geweldig. Hallo, ik ben Vuur Mario. Ik kom jullie allemaal kapot schieten. Lekker. Kijk ze chillen. Lekker in hun puntige zwembandjes. Heerlijk. Oké, laten we eens even gaan kijken wat we op dit eilandje moeten doen. Oh, we moeten onszelf af laten schieten. Piem! De langhaarbaan is dit. Nou, dat klinkt super chill. Oh, gaan we schaatsen? Ja, hè, we gaan schaatsen. Oké, let's go. Piem! Schaatsen maar, Mario. Woehoe! What? Oh, Mario is zo leuk, jongens. Ah, waarom is Mario zo leuk? Maar die games die blijven gewoon lachen. Nee, ik heb één zo'n kattending gemist. No, we moesten hier boven langs. We moesten... Ah, ik heb er nog één gemist. Maar we hebben wel deze te pakken. Lekker. Zou ik die andere als katten Mario niet gewoon even kunnen pakken? Wacht even. Ik kan hier toch gewoon omhoog klimmen? Ja, precies. Lekker. Go, 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 go. Nice. Kijk, en als ze dan zo springen... Kan ik dat dan halen? Kijk, hierboven zat er ook nog één. Die kunnen we... Ja, oké, die kunnen we gewoon zo chillend pakken. Oh, joh, dat hoeft helemaal niet in één keer. Oké, nog één poging op de schaats dan. Wee! Juist, lekker. Kijk, nu hebben ze gelijk allebei. Als ze dan toch zijn, dan moeten we het pakken ook, hè? Deze vuurtoren zegt dat we vuur die schoten van het monster kunnen ontwijken door ergens achter te verschuilen. Er zijn ook speciale blokken te vinden die alleen door de vuurschot kunnen worden gebroken. Oh! Ja, dat zijn die zilveren Bowser-blokken natuurlijk. Op het vorige eiland zijn we die ook op een gegeven moment tegengekomen. En toen wist ik niet wat ik ermee moest doen. Maar dat is nu duidelijk. Oh, wacht even. Is dat... Moeten we daar gaan racen? Ik wil daar naartoe met zo'n monster. Go, 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 go. Dit is super cool. Ja... Ja, hier krijgen we denk ik ook zo'n muntje voor. Of zo'n kattenmaan bedoel ik. Yo! Oké dan, ik weet niet of dit op tijd... Oh, 20 seconden! Serieus? Hoe dan? Dit moeten we in 20 seconden doen. Kunnen we ook sneller? Of kunnen we... Gaan we dit redden? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Ja! Super cool. Dit voelt echt wel een beetje zoals Super Mario Odyssey, jongens. Echt. Ik bedoel, je moet toch overal naartoe in die wereld om van die kattenzonnen te verzamelen. En dan word je weer ergens afgeleid om een andere kattenzon te verzamelen. Ik vind het wel heel leuk. En voor deze bel moeten we 15 van die kattenzonnen zien te vinden. Hallo, Meeltjes. Zelfs de Meeltjes hebben kattenoren. Oké, wat is dit? Wat kunnen we hiermee? Geen idee. Oké, wat is er bij die wolk? Laten we bij die wolk gaan kijken. En wat zijn dit voor wezens? Hallo? Hallo? Ja, doei. Oké, laten we kijken wat die wolk is. We springen in die wolk. En dan... Oh, dan worden we weer afgeschoten naar een ander wereldje. Yo, rennen maar. Rennen maar, we hebben een ster. Go, 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 go. Woehoe. Super cool. Hier, nog een ster. Lekker. Lekker dit. Heerlijk. Heerlijk. Ik zag daar trouwens wel iets verschijnen. Ik weet niet of jullie dat ook zagen. Maar volgens mij moesten we iets pakken. Kijk, ik sloopte net deze. Oh, en toen dacht ik dat ik iets... Ah, kijk, dat was het. We moeten gewoon al die wezens hier slopen. En dan hebben we weer een zonnetje erbij. Dat was wat we moesten doen. Oké, zitten we nu op 10? Dan moeten we er dus nog 5. Hé, zie ik daar nou zo'n kattenzonnetje verstopt? Ja hoor. Kijk, hoppakee. We zijn nu bij het Colosseum. En we moeten hier Cat Boom Boom zien te verslaan. Oh, die zit vast hier ergens in het Colosseum. Dus eerst maar eens kijken hoe ik daar naar binnen kom trouwens. Oh nee, oh nee. Bowser komt er weer aan. Oh, dit is slechte timing, Bowser. Ik wilde net in het Colosseum. Oh, oh, oh. Kijk de chaos om me heen. Ik heb je even nodig, leuk zee-dinosaurusie. Oh, wacht. Moeten we via daar? Wow!
Bowser, doe eens rustig, man. Ja, Bowser is wel een aardige tripkip, hoor, jongens. Zijn die trouwens van die blokken die Bowser kan slopen? Volgens mij niet, hè? Weet je wat? Ik ga gewoon... Ik ga die hier af. Let's go. We gaan hier het Colosseum in, jongens. Hallo? Is hier iemand? Cat boom boom. Boom 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 boom. En Cat is in de Colosseum. En wij moeten hem slopen. Dan moet hij even stoppen met ronddraaien. Ja, kijk, toppie. Hoppakee, dat is één. Oh, nu wordt hij lijp, hoor. Nu wordt hij net zo lijp als Bowseroni. Kijk, kijk Bowser Jr. hem slaan dan. Oh, ja, Bowser Jr. heeft hem geklapt. Nu is hij onzichtbaar. Dus geen probleem. We zien alsnog waar hij is. We zien hem. Stop maar. Bowser stopt er ook mee. Later, Bowser. Tot de volgende. Hoi. Kom maar, hoor. Hoppakee. Oh, moeten we nu op hem pounden? Nee? Oké. Ik denk dat we hem nog één keer moeten raken. Hallo? Ik zag je niet. Waar ben je? Ah, rustig. Sla hem. Hoppakee. En daar is de volgende alweer. Nummertje 11, hoor. In de pocket. We hebben er 15 nodig voor de volgende gigabel. Oh, kijk, nu verdwijnt er ook iets. Een stukje van Bowser's Corruption, noem ik het maar even. Daar wil ik ook wel even gaan kijken wat daar dan nu is. Eerst maar eens even deze mini-kattenzonnetjes pakken. Liggen er nog meer hier? Nee, zo te zien niet. Dan kunnen we hier omhoog. Wee! En dan konden we nu daar naar een eilandje. Oh, kijk die bunny. Superleuk, we gaan straks even naar het konijntje. Oké, we hebben hier nog een kleine kattenzon. Moeten er nog twee zijn hier? Oh, kijk daar in het midden is er één. Ik heb geen idee of ik die zo kan pakken. Nee. Oh, dan moet ik mezelf afschieten. Ja, duidelijk. Kijk, dan moeten we hierin gaan zitten. Dan moeten we recht erachter staan. Zo. En dan moeten we ons zo afschieten. Oh, en dan... dan moet ik alleen niks doen, denk ik. Oh, kijk, en we hebben nu gelijk die andere gevonden. Nou, dat is een geluk. Die had ik anders niet zo snel gevonden, hoor. Die zat echt goed verstopt. Jemig. Oké, dus we pakken deze en we laten onszelf afschieten. En ja hoor, lekker. Dat was hem. En zo hebben we weer 5 kattenzonstukjes gepakt. En zo begint de ding begint weer wat helderder te schijnen, de vuurtoren. Oké, maar nu wil ik even naar die bunny toe. Yo, bunny. Oh, oké. Bunny moeten we gaan pakken. Wij zijn sneller, joh. Wij zijn toch wel sneller dan een konijn op water. Ik bedoel, wij zijn een watermonster. Wat ben jij dan, bunny? Pak hem. We zijn close. Pak hem. Waar ga je naartoe? Kom hier. We pakken de binnenbocht. Ja hoor. En die heeft ook weer een kattenzonnetje van mij. Tikketje tegen het konijn van de ruïne. Nou, later konijntje. Holy crap. En toen... Bowser staat opeens echt letterlijk naast me, jongen. Ga weg. Doe eens even normaal, joh. Wow, rustig. Alsjeblieft. Ik weet niet hoe ik nog in één keer daardoor geraakt ben, trouwens. Hé, hier is een ding. Hier is een kattending. Go. Pak hem. Oh. Dit is het camouflagekasteel. Dichtbij en toch zo ver weg. Ah, hier moet je van de bovenkant in, hè? Ja, ik heb jou wel door. Maar hoe komen we daar? Moeten we via hier? En dan via hier? Ja. En dan moeten we hier op? Ja. En dan moeten we hier... Oh, hier op, denk ik? Oh, nee, niet vallen. Oeh. Ga hier op. Ik heb Katten Mario nodig. Oké, Bowser die gaat er weer vandoor. Oh, stukje. Ja, lekker. Nice. Daar een stukje. Ja, nice. Dan via... Ik weet... Ah! Oké. En nu is het opeens allemaal een stuk moeilijker. Net zag het er een stuk makkelijker uit. Ik kom er nu volgens mij ook gewoon niet meer in of zo. Kan hier wel een soort van opklimmen? Oh, wacht even. Ah, kan ik hier gewoon opklimmen met Cat Mario? Ja, niet helemaal. Klim maar een stukje. Dan kunnen we nu nog een stukje klimmen. Kunnen we nu hier misschien wel naar de overkant springen? Ja. En dan? Kunnen we hier deze pakken? Ja, oké. Nice. Dit is wel echt een stuk moeilijker nu er geen Bowser's Fury is. Oké, daar is nog een mini stukje. En daar beneden is nog een mini stukje. Maar ik moet duidelijk helemaal vanaf daar erin vallen. Kijk, we kunnen hier lopen. En ja, springen. Oké, deze gasten staan hier een beetje lollig te doen. Hoppakee, kapot. Ik laat er eentje leven. Oh, of niet. Ik dacht dat ik er eentje liet leven, maar blijkbaar niet. Kunnen we die daar wel even... Ja, nice.
Deze kunnen we pakken. Ja, cool. Dan hebben we dit stukje ook. En eigenlijk moeten we nu dat kleine stukje daar verderop nog pakken. Ik denk dat we dat misschien wel via deze kant kunnen pakken. Oh, wacht. Hier kan je die hier gewoon op? Huh? Kan ik hier ook af? Ja, kijk. Hier kan ik er ook af. En dan kunnen, ja, dan kunnen we deze pakken. Lekker. Hoppakee. Nou, die hebben we alvast. Nu moeten we alleen nog zorgen dat we bovenin komen. Kijk. Heerlijk. Bam! Daar is die inkt ook weer weg. Oh, maar we kunnen gewoon vanaf deze kant, joh. Dat is de bedoeling. En dan kunnen we hier naar boven. We moeten gewoon deze dingen volgen, denk ik. Kijk, nu moeten we hier naartoe. Zo. Dat ging ook maar net goed. Ah! Oké, die is kapot. Nu moeten we verder omhoog. Ja, kijk, en net waren we dus hier begonnen. Waren we op een of andere miraculeuze manier toen Bowser er was ingekomen. Waar moeten we nu naartoe? Kan ik gewoon hier... Nee. Oh, wel. Huh? Dit is echt heel verwarrend allemaal. We kunnen hier omhoog klimmen. Maar hoe komen we dan verder naar boven? Hier is nog een opstapje. Ja, dan via deze kant misschien. Kunnen we hier weer ook weer verder omhoog? Kunnen we hier naar boven? Ja, kijk, nu komen we op een plek waar we nog niet geweest zijn. Dit is de moeilijkste tot nu toe, jongens. Oh, Bowser gaat gewoon die kant op. Oh, kijk. Zit hier nog iets boven dan? Dit kan ook nog hier op of zo. Oh, dit is gewoon het randje. Het randje van de pilaar. We kunnen hier er gewoon inspringen. Lekker. En dan hebben we deze ook te bakken. Heerlijk. Zo, dit was inderdaad de lastigste tot nu toe. Maar wel een hele leuke, want het hoeft niet altijd makkelijk te zijn. En nu hebben we 15 kattenzonnen. En dat betekent dat we weer naar de gigabel kunnen. Nice. Met deze buis kunnen we er in ieder geval uit. Oké, we moeten naar die gigabel toe, denk ik. Rennen! Go, 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 go. Of niet? Ja, dat is wel de goeie. Go, 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 go. Want Bowser die is er ook weer. En de gigabel ontwaakt. Pak hem! Ah! Pak hem! We hebben hem. Bowser deed net zijn ultieme vuurstraal erbovenop. En daar zijn we weer, jongens. Super Saiyan Kat Mario. En daar is Bowser. Kom dan. Oh, je gaat... Wow! Wow, 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 wow. Wow, wat doe je? Hij... Ah! Wat? Hij wordt helemaal lijp. Gast. Oh, ik moet hem slaan. Kijk, juist. Ik zag het. Ik moet hem slaan. En dan moet ik er nu bovenop plempen. Hoppakee. Ja, we moeten de zijkant van zijn buik slaan. Duidelijk. Ik kan hem nu ook zo slaan, volgens mij. Oh nee, hij weert dat af. Hij weert dat af. Oké, ga je nu weer gek doen? Of ga je nu vuurspugen? Je gaat vuurspugen, hè? Je gaat sowieso vuurspugen. Kan ik je nu slaan? Ja, dan stopt hij wel met vuurspugen. Dat is nice. Kijk, nu wordt hij weer lijp. En... Oh, dan moeten we hem dus slaan. Tegen zijn schild aan. Kom, 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 kom hier, kom hier. Kom. Ja, lekker. Uit die smerige goo. En bovenop zijn bakkes. Wat ze flatsie. Nice. Ben je al weg? Ben je er weer vandoor? Net als Team Rocket ga je gewoon weer sneller dan het licht. Gewoon. Of ga je nu in je fase 2? Word je nu boos? Nee, hij gaat er echt weer vandoor. Yo, mazzel. Bowser Journey die zegt... Papa is slimmer dan wie dan ook. Daarom weet hij precies wanneer hij zich terug moet trekken. Deze gigabel zit weer helemaal onder de troep. We hebben meer kattenzonnen nodig. Misschien zijn er nog wel meer te vinden op deze eilanden. Ja, precies. Dat was hem weer voor deze video, jongens. Als je dit nou een vette video vindt, doe dan zeker weer even dat duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren en even dat kattenbelletje aan te zetten. En dan zie ik jullie gewoon bij de volgende video. Mazzel!